De familie van Anton de Kom heeft het besluit genomen een imitatie te bouwen van het geboortetehuis van Anton de Kom. Dit nieuws komt op de herdenking van de 123ste geboortedag van de Surinaamse nationalist en Nederlandse verzetstrijder vandaag. Roy Risti, voorzitter Nationaal 30 juni 1 juli Comité Nederland, zegt blij te zijn met het besluit van de familie en onderstreept dat het gedachtegoed van grote zonen van Suriname zoals Anton de Kom gekoesterd moet worden. De stichting Anton de Kom, die eigenlijk eigenaar is van het pand, is voornemens om dat te laten herbouwen. Er komt dus op deze hoek waar het geboortehuis van Anton de Kom staat, een replica van het huis. Er is in elk geval een originele tekening gevonden van het gebouw en die wordt precies zo weer neergezet als hij eruit heeft gezien altijd. Het nieuwe gebouw zal moeten worden gefinancierd met steun van zowel de Nederlandse als de Surinaamse overheid, ondersteund door de particuliere sector op het Risti. Ik denk met bijvoorbeeld de oprichting van Vrienden van Anton de Kom, de stichting Anton de Kom een eerste stap zou kunnen zetten om een crowdfunding te doen. En er zijn heel veel particulieren die tot nu toe hun medewerking hebben toegezegd. De Nederlandse overheid, maar ik denk ongetwijfeld ook de Surinaamse overheid die een duitje in de zak doet, zal het mogelijk moeten maken om dit neer te kunnen zetten. En ik denk dat Suriname het verdient om een monument te hebben dat herinnert aan het gedachtegoed met name. En de invulling daarvan is een andere. En dan kom je op het punt van het beheer. Want het neerzetten, dat is één. Dat kost nogal wat. En ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken dat geld bij elkaar te brengen. Maar we willen dat verduurzamen. En dat kan alleen maar op het moment dat het gebouw er ook blijft staan en een functie heeft. En niet zomaar er als een gebouw staat, want daar hebben we er niets aan. En voor het beheer lijkt mij dat er dus een organisatie zal moeten komen. Maar daar zal de stichting Anton de Kom, waar zijn familie deel van uitmaakt, het laatste woord in hebben. Om te kijken hoe dat vorm zal krijgen. Er zijn veel ideeën langsgekomen de afgelopen tijd, van een museum tot aan een plek waar er gewoon gewerkt kan worden. Een beetje in de sfeer van de dingen die Anton de Kom deed, want hij was ZZP'er. Roy Risti, voorzitter Nationaal 30 juni 1 juli Comité Nederland. Het geboortetehuis van Anton de Kom, die ook bekend staat door zijn boek Wij slaven van Suriname, staat aan de Anton de Komstraat te Frimangrong.